what a wonderful world. Ja, een hele goede morgen. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Het is maandag vandaag, laatste weekje voor de herfstvakantie. Max is dus vrijdag al vrij, dus die heeft maar 4 dagen deze week. En ja, heel veel zin even in een week. Gewoon niet het ritme, lekker een beetje uitslapen, werken, maar ook wat relaxen en gewoon met de kinderen leuke dingen doen. We gaan dus niet op vakantie, althans niet naar het buitenland of zo. Ik ga nog wel 2 nachtjes hier in Nederland met de kinderen weg. Maar daarover later nog wel wat meer. Eerst deze week gewoon nog even aan het werk. En ik heb net mijn video geëdit. En nu wilde ik dus even die BH van de Zeeman gaan aanpassen. En dan misschien daar ook wel even een leuk filmpje van maken als die goed zit. Want ik vind het zelf wel echt een hele leuke tip. Maar laten we het eerst eens eventjes kijken of het inderdaad ook lekker zit allemaal. Nou, het is gewoon nog beter dan ik had verwacht. Ik deed hem aan, hij zat ook meteen goed. Bandje zou misschien nog iets strakker kunnen om een beetje up te liften. Maar ik heb dus onder 75 volgens mij genomen. Maar hij is echt helemaal perfect. Hij zit echt als gegoten. Ik ben er super blij mee. En dan even het topje eroverheen. Heb je toch net een beetje meer vorm dan met zo'n... Ik draag normaal natuurlijk echt van die bralettes. Nou ja, dan is het gewoon... Ja, dat is gewoon net als een hemdje. Dus daar heb je qua vorm helemaal niks aan. En dan in zo'n strakke top vind ik dit toch wel net ietsjes mooier. Dus ja, die ga ik eens even overheen doen. Nou, helemaal geweldig! Dit is toch net even wat meer dan met zo'n bralet. Ik vind het dan toch wel net even wat mooier staan. Nou, geen prikkende beugels of dingen. Hij is super zacht. Dit is echt een aanwinst. Ik hoop dat Zeeman hem ook gaat maken in het wit en in het, nou, allerlei kleuren. Ik moet er meteen meer halen als ik weer bij Zeeman ben. Echt een dikke vette tip. Surprise, surprise. We hebben dus weer Marley Spoon deze week. En ik kies nooit recepten, dus het is een verrassing wat er allemaal weer in zit. Wat is het allemaal deze week? Beef. Vlees met rijst, roerbak met kip. Die vind je ook lekker, toch? Ja. Welke vind jij het lekkerst? Die denk ik, hè? Kanaaltjes. Ja, maar het is allemaal 2 personen. Nee hoor, nee. Kijk, staat hier altijd op de achterkant. 4 hebben wij. En we kijken of er nog een leuke verrassing in zit. Soms dan doen ze er iets extra bij in, hè? Om uit te testen. Ik denk dat dit het cadeautje is om uit te testen. Royal Bliss Pink Aromatic Berry. Wil jij testen? Ik denk dat het zonder prik is. Nee, ik vind het niet lekker. Wel met prik? Ja, maar ik vind het niet lekker. Ja, er zit heel veel prik in. Ik vind het trouwens wel lekker. Het is een heel klein beetje bitter. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Nou, Sim die had vanochtend lekker het eerste uur vrij. Dus ik heb hem nog eventjes geholpen met Frans. Hij heeft morgen zijn eerste Frans toets. En nou, die buitenlandse talen, dat is toch wel pittig voor hem. Hij heeft natuurlijk dyslexie. Dus die woordjes leren, dat is echt, dat gaat niet vanzelf, om het zo maar te zeggen. Dus eventjes een beetje geholpen. En ik hoop nu echt dat hij morgen voldoende gaat halen. Want het zou anders zo sneu zijn als je dan heel veel hebt geoefend en het lukt dan alsnog niet. Maar goed, ik heb goede hoop. Verder ben ik nu ook even op Siem's kamer, want ik ga hier eventjes een maat opnemen. Een rolmaat hier. Siem krijgt als het goed is een nieuw kleed hier. We moeten tenminste even kijken of het juiste formaat ertussen zit, want ik wil al heel lang van deze koeienvacht af. Die is echt ook al super oud en... Nou, Siem wou dus al in het begin al heel graag een kleed hier, omdat hij, ja, het is best wel een grote kamer. In het oude huis had hij een kleine kamer en vond hij heel gezellig. En hij miste hier eigenlijk een beetje zo gezelligheid. Dus toen had ik eerst maar deze neergelegd. Maar ik vind dit echt een heel akelig ding, want je kan dit heel slecht zuigen. Het zuigt echt stof aan, om het zo maar te zeggen. Dus het is altijd een beetje viezig. Dan moet je het allemaal weer uitkloppen en nou, het is heel onhandig. Dus ik wil eigenlijk graag dat er een gewoon kleed komt onder het bed. En nu had hij een leuk kleed gespot. Een beetje zo persisch-achtig kleed. Met blauw en bruin. Wel een beetje zo de kleuren die hij hier ook heeft op zijn kamer.
Alleen, ik zat net even de formaten te bekijken. En ik vraag me af of het juiste formaat ertussen gaat zitten. Want je wil natuurlijk eigenlijk ja, dat die vanaf hier, dacht ik. En dan moet die natuurlijk een beetje zeg maar er omheen komen. Maar ook weer niet te ver de kamer in. Of dus noods kan hier nog... Ja, hier zit ook een ding natuurlijk. Oké, wat een beetje het punt is, is als ik zo de lengte doe die ik nodig heb, dan komt hij dus wel zo ver de kamer in. En dan staat hij wel dus een beetje zo half met die stoel, wat natuurlijk niet het allerhandigste is. Het liefst had je het tot hier of zo gehad. Precies tot dat bureaupootje, zeg maar. Maar goed. Nou, ik heb toch nog een oplossing bedacht. Want ik dacht ineens van, nou ja, waarom leg ik hem dan eigenlijk niet helemaal onder het bed? En ik dacht eerst even dat dit gaat niet tot de grond. Dus hij kan hier gewoon wel tegen de muur aan liggen. En dan komt het zo. Dat is natuurlijk perfect. En dan komt het ook ongeveer ditzelfde. Dat is natuurlijk het allermooiste. Dat ongeveer dezelfde afstand zo helemaal eromheen zit. Dus ik denk dat het dan goed gaat komen. Zo, nou, ik heb even achter de computer gewerkt en nu ga ik dus even laten zien hoe je die nagel eraf trekt. Ik heb die gellakker nu 2 weken op zitten. Nou, er was dus 1 afgegaan, die heb ik even opnieuw gedaan toen. Nou, nu begint het ook echt los te laten. Vanochtend zijn er bij 2 nagels een stukje afgegaan, dus ik moet nu alles eraf gaan trekken. En dat zou ik natuurlijk eventjes aan jullie laten zien. Hoe je dit dan moet doen, is dat je moet gewoon een randje losmaken en dan zie je het eigenlijk al. Dan kun je dus gewoon, wat dus anders echt absoluut niet mag met gel nagels, dan mag je er echt niet zelf aftrekken, want dan trek je je hele nagel mee. Nou, nu is het er al af. Dus je hoeft niet in die hele folie, kijk, je kan het er zo hup, gewoon afpulken, dus het is nu al klaar. En daaronder is het gewoon, nou ja, prima. Er zit een klein beetje zo restjes van dat plakkerige. Verder voelt het ook... gewoon stevig. Dus, nou, ik ben er helemaal blij mee. Dit was geen samenwerking of zo. Ik had dit pakket wel gekregen van hen om uit te testen. En dat als het goed zou bevallen, dat we dan misschien zouden kijken of we een samenwerking kunnen starten. Voor Instagram ging dat dan trouwens over. Maar ik zal dus even nog laten zien. P&N Selfcare heet het merk. En ik kan even voor jullie vragen of ik dan ook een kortingscode kan krijgen. Dus dat laat ik nog wel even weten. Nou, het is dus gewoon zo'n starter set. Volgens mij kost die €99 met 2 lakjes. Met lamp en alles wat je nodig hebt. Nou, ik vind het echt een uitkomst. Ook omdat je gewoon zelf makkelijk thuis eventjes kan doen. Het gaat best wel snel. Het blijft er dus, nou, ongeveer met een beetje geluk 2 weken op. En je trekt het er zo af. Dus, nou, ik vind het perfect. Ik ga nu even... Ja, ik ben dan wel zo lui dat ik de rest nu nog weer even laat zitten. Maar ik ga nu deze 2 nagels eventjes herstellen. Het is trouwens echt mega lekker weer. Ik hoop dat dit voor de herfstvakantie ook zo blijft. Ik kan me echt van de afgelopen jaren herinneren dat het steeds bagger weer was. Ik was 1 keer met de jongens toen op de Veluwe. En toen regende het ook gewoon constant dat we daar aan het wandelen waren. En vorige was volgens mij ook slecht weer. Dus nou... duimen voor een lekkere herfstvakantie dit jaar. Volgens mij is het trouwens nu in Zuid-Nederland al herfstvakantie. Dus dan tref je het sowieso al. Ik ga dus, heel leuk, met de jongens een nachtje in Rotterdam slapen op de SS Rotterdam. Dat dat cruise ship wat nu een hotel is. Dus daar heb ik wel echt heel veel zin in. Ze hebben ook al gewoon een leuke tour over het schip en zo. Al heel erg leuk natuurlijk voor kinderen. En ik wil naar die in Rotterdam. Naar, zo, ja, hoe heet het? Ik vergeet steeds hoe het heet. Maar het is nou, kunst, maar dan zo geprojecteerd en zo. Wel heel spectaculair. Schijnt ook wel leuk te zijn voor kinderen. Ik vergeet de hele tijd de naam. Maar ik ken Rotterdam dus verder helemaal niet. Als jullie nog tips voor me hebben. Ik denk trouwens dat we niet echt... heel erg veel tijd overhouden om nog heel veel dingen verder te doen. En Max die had bedacht, die wou graag naar FC Kip. Nou, echt geen idee. Of ja, ik weet wel hoe die er aan komt van een YouTube filmpje. Maar eigenlijk geen idee wat daar nou zo bijzonder aan is. Maar het is gewoon een soort kiprestaurant volgens mij. Een soort, gewoon een soort Kentucky Fried Chicken, maar dan FC Kip. Maar ja, dat doen we dan maar als hij dat graag wil.
En nou ja, verder gaan we dus ook op het schip eten. En ja, dat lijkt me wel heel erg leuk hoor. Oké, het zit er weer op. Alleen, ik bedacht dus dat ik die wipe vergeten ben. Die moet je dus ook aan het einde doen, want dan voelt het nog een beetje plakkerig. En dan kan je dit erover doen om het glansje tevoorschijn te laten komen. Alleen, dat moet je dus eigenlijk ook doen voordat je begint. Zodat je nagel natuurlijk schoon is. Als het vettig is, dan blijft het natuurlijk, hecht het ook niet goed. Dus nee, we gaan het zien. Maar ik ben wel helemaal enthousiast. Ook zat ik zelfs te denken dat ik zo'n klein penseeltje ging kopen. Dat kan je kopen bij Kruidvat, zag ik. Om dan zelf bijvoorbeeld een klein hartje te maken of zo. Of je kan ook heel makkelijk van die bloemetjes, gewoon een beetje basic nail art. Want ik dacht, als ik nou deze samenwerking ga doen, dan is het wel leuk om een soort van tip te geven hoe je makkelijk zelf iets van nail art kan maken. Misschien ook voor kerst of zo iets leuks, of voor het najaar. Dus daar zat ik al eventjes over na te denken. Nou, ik ga nu even deze video voor jullie editen. Dus ik ga hem afsluiten. En dan ben ik er morgen natuurlijk weer met een nieuwe video. Dus bedankt voor het kijken en tot dan!